Vallen begint met de galoppaarden voor de Zeven Kristal. Die ligt gelijk op een hele grote achterstand. Leiding wordt genomen door Cuba Libre Ferm. Aan de buitenkant daarnaast Joyce CD, die net zo hard gaat. En nu zijn de beide hier in gesprek hoe we dat gaan oplossen. Driedik gaat de bocht door Giel Wildhagen met Helios Kingly. En aan de start van het veld is rustig begonnen, omdat hij start nummer 9 had, Gustav Simoni. Zo gaan de paarden de eerste bocht door. Leiding in handen van Cuba Libre Ferm. Joyce CD kon er mooi achter. En daarachter op de derde plaats ligt Gaia Kiel en Stefan Schoonhoven. Eén deelnemer is Driedik onderweg. Dat is nog altijd Helios Kingly. Die vindt geen positie. Aan de binnenkant schuift op Igor van Joma met Marciano Hauber. En zo gaan de paarden de eerste 500 meter door. En dan gaat het tempo helemaal uit de koers. 14 rond is de eerste 500 meter. Het veld schuift in elkaar en aan de buitenzijde gaat nu Helios Kingly naar voren. Die is uit het derde spoor in het tweede spoor terechtgekomen en komt uit op een gedeelde tweede plek. Deelnemers draaien de linker bocht in en de leiding is in handen van de favoriet Cuba Libre Ferm. Buitenkant schuin daarnaast Helios Kingly, dan aan de relingzijde Joyce CD. Daarachter volgt Gaia Kiel aan de binnenkant. Buitenkant daarnaast Lawrence Boko met Jaap van Rijn. Daarachter aan de relingzijde Igor van Joma. Dan de dravietkleuren Patrick de Haan met de 10 True Blue. En achter hem ligt de tweede favoriet en dat is de 9, Gustav Simoni. Hou die maar in de gaten, want dat is een paard die tot de Duitse jaargangstop behoorde. Werd de laatste keer ziek en gaat vandaag proberen om iets moois te laten zien hier in Wolvenga. Daar heeft hij nog een kilometer de tijd voor. Tweede 500 meter, 1:19.5. Gaat heel langzaam met Cuba Libre Ferm aan kop. Buitenkant daarnaast Helios Kingly. Rest van het veld vlak daarachter, zelfs Kristal is weer aangesloten. En zo gaan de deelnemers de Z-Turfbocht in. Dat is de voorlaatste bocht. Tempo gaat nu wel iets omhoog. Cuba Libre Ferm, daarachter op de tweede plek aan de relingzijde Joyce CD. Helios Kingly schuin daarnaast. Daarachter aan de buitenkant Lawrence Boko. Gaat al een half spoortje naar buiten. Dat doet True Blue ook en dat doet Gustav Simoni ook. Nu gaat er een derde spoor komen. En die paarden gaan allemaal naar voren. En dat heeft Ebbing ook gezien. Die gaat vooraan versnellen. Dat doet hij met Cuba Libre Ferm. Daar komt aan de buitenkant Driedik Lawrence Boko. 16-4 de tussentijd. En ook True Blue maakt meters goed aan de buitenkant. En achter hem aan gaat heel slim Gustav Simoni. En zo gaan ze de laatste bocht in. Nog altijd Cuba Libre Ferm die leidt. Cuba Libre Ferm, daarachter aan de buitenkant True Blue en die gaat van de benen. True Blue springt weg, wordt naar de buitenkant genomen. Daar heeft Gustav Simoni kort last van. En die moet opnieuw aan gaan zitten. Uitgeschakeld, 10 galop. Paarden de laatste bocht door. En de Duitse kampioen die wil het weten. Die gaat nu wel in de achtervolging. Het is Cuba Libre Ferm die nog altijd leidt. Cuba Libre Ferm, Joyce CD. Aan de buitenkant komt Gustav Simoni. Die komt wel met iedere stap dichterbij. Maar Ebbingen lijkt nog met de handen vol te zitten. Cuba Libre Ferm, daar gaat hij. Go baby! Go, go, go! Cuba Libre Ferm. Gustav Simoni wordt hier geklopt door een ongelukkige koers. Derde aan de buitenkant wordt de 6, Joyce CD. 16 rond voor de winnaar.